Alright, welkom 3-2 in Fit. Ik ben hier bij Power Move Kinesitherapie, samen met Yannick. Yannick, we gaan beginnen met drie vraagjes. Je mag er eentje uitnemen. Jeugd kansen geven of gaan voor prestaties met oudere spelers? Dan zou ik gaan voor mijn praktijk jeugd kansen geven. Ja. Okay. Omdat we hier vooral willen focussen op het promoten van krachttraining, wat in België helaas op een relatief laag niveau staat, ja. Met alle respect. We proberen er ook op te focussen hier dat we gaan werken met jonge spelers, jonge getalenteerde spelers, dat we die al van jongs af aan kunnen gaan begeleiden. Ik heb hier zo'n paar basketters van 14, 15, een project vanuit Leuven, met de Leuven Bears. Die worden dan naar hier gestuurd. En dat is de ideale leeftijd, zelfs nog ietsje vroeger zou mogen, om hun nieuwe dingen aan te leren. Als je die al kunt leren, juist squatten, deadliften, benchen, als je dat 4 jaar kunt doen, tegen dat die 18 zijn, dan gaan die zoveel verder staan dan de anderen. Omdat in België wordt dat gewoon niet gedaan. Krachttraining op jonge leeftijd. Dus nog altijd veel taboe rond, hè. Verschrikkelijk, ja. Oh, we gaan niet groeien, we gaan klein blijven. Ja, al 100 keer moeten uitleggen. Ja, ja, ja. Wekelijks krijg ik de vraag, gaat dat de groei niet tegengaan? Ja, maar al de gewichtheffers zijn klein. Ja. Dat is een compleet foute redenering. Dat is, ik heb ook op Instagram eens een klein postje erover gemaakt. Van, dat gaat de groei tegengaan. Dat is totaal niet juist. Als je wetenschappelijke literatuur bekijkt, dat is niet correct. Dat is een foute redenering. Je kijkt naar bijvoorbeeld powerlifters of bodybuilders. En je zegt, oh, die zijn klein. De groei is gestopt. Dat is een foute redenering. Zelfs als je gaat kijken naar een basketbalwedstrijd en je gaat zeggen, die zijn allemaal groot, dus van basket word je groot. Ja, dat is een foute redenering, dat is selectie. En de kleinere gaan beter zijn in hun sport. Als je kijkt naar powerliften, turnen, ook hetzelfde. Als je kijkt naar basketbal, volleybal, de grotere gaan beter zijn in hun sport. Ja. Dus dat is selectie, maar dat is niet... Niet per se oorzaakgevolg. Nee, helemaal niet. Dus daarom zou ik zeggen, jeugd kans geven, omdat dat een leuk project is dat ik aan het doen ben met de Leuven Bears. Is met getalenteerde jongeren eigenlijk werken. Oké, perfect. Alright. We gaan er drie doen. Dat is al eentje. Nummer 2. Op een schaal van 1 tot 10, hoe belangrijk is voeding in topsport? Goeie vraag. Als je kijkt naar topsport, hoe gedraaid of keert, zijn uw genen nog altijd het allerbelangrijkste. Uw begeleiding, zowel qua training als voeding, is superbelangrijk. Hoe belangrijk is voeding? Ja, voeding is superbelangrijk. Hè. Als je kunt zo hard trainen als je wilt, maar als je niet op je voeding gaat letten, je lichaam kan niet recupereren. Nee. Belangrijk is voeding in topsport. Ik zou zeggen 8 of 9 toch wel. Ja, perfect. En dan nog eentje. Eentje. Tandpasta gemaakt van chilipepers of toiletpapier van schuurpapier? Zware keuzes op een zondagmorgen. Toiletpapier van schuurpapier. Oké, hard. Alright. Goed. Dus ik heb al gezegd, ik ben hier bij Yannick bij Powermove Kinesitherapie in Leuven. Yannick, kan je jezelf even kort voorstellen alsjeblieft? Ja, dus ik ben Yannick Gillemot en dit is mijn praktijk. Ik zit hier nu al 3 jaar. Sinds begin 2015 ongeveer heb ik hier open gedaan. Ik heb een diploma in een master in kinesitherapie aan de KU Leuven. Ik heb een postgraduaat gedaan in sportkine en manuele kine ook aan de KU Leuven. Dan heb ik ook nog een opleiding aan de NESM bijgedaan voor personal trainer. Ook een opleiding als Exos Athlete Performance Coach. Veel specialisaties gedaan op vlak van kine, op vlak van krachttraining, altijd aan het bijscholen. En hier in mijn praktijk focussen we echt vooal op sportkinesitherapie. Ik werk hier, mijn collega kinesiste werkt hier ook. En ik heb ook een collega personal training. En we proberen in onze praktijk eigenlijk krachttraining te promoten. En krachttraining is eigenlijk het uitgangspunt, ook voor kine, wat dat vaak vreemd klinkt voor veel mensen. Ja. En dat is eigenlijk wat we hier vooral doen. Dus echt sportkinesitherapie. Oké, dus zoals je al zei, veel krachttraining eigenlijk binnen kinesitherapie. Dus hoe pak je dat dan concreet aan? Ik stel voor dat er hier, je kan het hier vooral sporters. Ja.
Maar dat er, sommige mensen zijn waarschijnlijk qua weigerachtig. Als ze knina stemmen, dan gaat hij zeggen, je moet hier squatten. En dat is niet, allee. Wel, dat is niet altijd makkelijk om aan te brengen. En het standpunt is soms, of het uitgangspunt is soms moeilijk om aan te brengen. Maar ik denk dat onze praktijk ook wel vooral jonge mensen aantrekt. En vooral ook uitstraalt van, je moet bewegen, je moet oefenen. Kinestherapie is de therapie van het bewegen. En je moet bewegen. Voor alle blessures, ook als je kijkt naar rugklachten toe. Je kunt zoveel passief gaan werken als je wilt, maar je moet bewegen, bewegen, bewegen. Ja. En als sportkinesist, ik doe ook passieve behandelingen, zoals dry needling, zoals manipulaties. Ja, ja. Maar het allerbelangrijkste is voor mij bewegen en oefenen. Op lange termijn. Op lange termijn, als je op lange termijn veranderingen wilt teweegbrengen, ja, dan moet je oefenen, dan moet je bewegen. Dat is niet altijd makkelijk om aan te brengen, zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen of studenten die hier op kot zitten en ze gaan bij de kine in Torp. En de kine in Torp is vaak nog zo'n beetje ouderwets qua behandelingsmethode, nog heel passief. Massage, ja, ja, fricties, ultrasound, dat doen we hier allemaal niet. Nee. Omdat dat ook wetenschappelijk aangetoond is dat dat totaal niet zo effectief is als bewegen. Ja, inderdaad. Dat is al redelijk achterhaald. Ja, maar het gebeurt nog helaas heel, heel veel. En dat proberen wij hier dus absoluut niet te doen. En dat slaagt ook aan bij jonge mensen. En daarmee dat we hier ook goed zitten in Leuven. En het allerbelangrijkste in alles wat ik doe, als dat gaat over kinestherapie, als dat gaat over krachttraining, als dat gaat over voeding, is vooral dat wetenschappelijk goed onderbouwd moet zijn. Ja. Hecht ik heel veel belang aan. Probeer ik ook zoveel mogelijk te promoten. Niet zomaar op gevoel wat doen. Uw ervaring is belangrijk, hè? Begrijp me niet fout. En dat gaat u zoveel bijleren. Maar alles moet gebaseerd zijn op de voorhanden liggende wetenschappelijke literatuur. Dat is voor mij super, super belangrijk. En dat was vroeger bij kine niet zo. Ja. Ik denk dat er de laatste 5 à 10 jaar heel veel veranderd is op vlak van kine. Ik denk dat er ook nog heel veel zal veranderen. Ik denk dat er nog veel mogelijkheden zijn. Wat zijn voor jou de belangrijkste veranderingen in de laatste? Wel, vooral die verandering van passief naar actief, meer en meer. Vroeger was kine super passief. Ik heb bijvoorbeeld nog als laatste jaar aan de KU Leuven heb ik nog fricties gehad. Een frictie wil eigenlijk gewoon zeggen dat je wrijft over een structuur die dat pijn doet. Ja. Allee, dat is idioot. Je hebt pijn aan je patellabees, een keer goed op wrijven. En dan hopen dat het gaat beter gaan. Ja, allee, sorry. Ik heb toen nog, ik heb ook ingestudeerd. Ik weet niet of je les hebt gehad van professor Stappaert. Dat is hem. Ja. Dat is de man van fricties. Inderdaad. Ja. Maar die had toen al zo iets gezegd van, ja, dat zal waarschijnlijk niet meer zo lang in de opleiding zitten. Nee, voilà. Ik ben het laatste jaar dat het nog gehad heeft. Ah, start. Ja, dan is hij op pensioen gegaan, Emiraat. En dan hebben ze het er gewoon uitgelaten, omdat wetenschappelijk gezien werkt het niet. En nee, zo die verandering van passief naar actief meer, die is er wel aan het komen. Ik denk dat oefentherapie, dat er nog een heel groot gat is aan de KU Leuven. Ik denk dat daar nog heel veel mogelijkheden zijn om daarin uit te breiden. Dus zo denk ik dat er nog wel veel mogelijkheden zijn. Maar er is al veel veranderd voorbij 5 à 10 jaar. Ook dat veel meer wetenschappelijk onderbouwd is. Ja, vroeger kon ik kine doen in 3 jaar aan de hogeschool. In Antwerpen denk ik dat dat was. Nu is het een opleiding, een universitaire opleiding van 5 jaar. Goed wetenschappelijk onderbouwd, wat al super is. Ik denk dat er nog veel beter kan ook. Ja. In de opleiding aan de KU Leuven. Wat is dat? Maar het is dan beter. Ja. En er zitten ook veel mensen achter die dat echt wel willen doen verbeteren. Ik weet nog heel vroeger. Was het, mijn oom heeft het nog gedaan, denk ik. Die heeft LO gedaan en dan 1 jaar en dan had de kine nog bij ook. Ja, ja, LO en kine. Vroeger konden we inderdaad samen doen, denk ik, in 4 jaar. En nu is dat ook nog, maar je moet 3 jaar bij doen of zo. Wat dat al, allee, dus het is toch al 5 jaar kine. En LO is ook 5 jaar geworden. Maar je kunt het dan doen in 3. Dus in totaal moet je 8 jaar doen. Wat dat dan? Dat vind ik nog schattig. Ik denk dat er veel het niet gaan doen. Vroeger was het 7. Ik denk dat er veel het niet gaan doen. Ik heb een beetje de omgekeerde weg gedaan. Ik heb eerst kine gedaan en dan personal training en krachtopleidingen gedaan. Zo heb ik het gedaan. Want dat zijn, naar mijn mening, de beste kinesisten dat er zijn. Degenen die LO en kine hebben gedaan. Want die hebben veel meer kennis van oefentherapie, veel meer kennis van bewegen. En ik denk dat dat altijd de beste kinesisten zijn. Ik heb ook in de les gezeten met een aantal LO'ers die dan kine deden en die waren altijd wel precies heel gemotiveerd ook. Ja, het is niet zomaar. Als je echt, echt geïnteresseerd bent. En niet zomaar als je zo wat twijfelt. Zo, wat ga ik doen? Nee, dan moet echt wel de vallenbak voor gaan. Ja, ik denk dat wel. Die hebben meestal een andere kijk een beetje op dingen. Die meer inzicht in oefentherapie en beweging. Ja, ja, die komen van beweging eigenlijk. Ah, wel, en dan, en dat is een beetje een gat nu in de KU Leuven, vind ik, is qua oefentherapie. Het is heel veel theoretisch.
Wat dat goed is, hè, dan moet je een basis zijn van alles. Maar ik denk, het is KU Leuven zou veel meer oefentherapie er moeten inzitten. Mm-hmm. Als ik zie wat ik heb geleerd qua oefentherapie. En als ik dan zou moeten beginnen werken, ik weet niks, ik kan niks. Mm-hmm. Dat zou veel beter moeten. Ja, ik vind oefentherapie is alleen iets, maar ga je nog specifiek nog een stap verder en gaat er nog een keer een load bij doen ook. Ja. Ik heb, in mijn kine heb ik wel, dat is een uitvalspas, dat is een squat, dat is dit en dat en dat, maar mijn bar... Ja, en zelfs technisch dat bespreken, bij ons was dat niet. Je zou, ja, dan kun je een lunge doen en een squat. Ja, de knie mag niet naar binnen gaan. En ja, alleen oefenen keer eens, ja. Even, ja, in groepjes van vier, ah ja, oké, okay, voilà, dat is goed. En ja. Dat was dan de oefentherapie. Dus dat, ja, en dat is niet echt. En dan heb ik nog niet gesproken over revalidatie bij rugklachten, wat dat we daar zien bij oefentherapie. Ja. Dat is echt niet wat dat moet zijn. Mijn uitgangspunt is altijd vanuit een beetje meer de Amerikaanse visie, denk ik. Meer vanuit strength and conditioning. Wat je in de VS dus wel heel veel hebt. En van daaruit gaan we onze oefentherapie doen. En dat klinkt vaak eng voor mensen als je zegt van oh, maar ik moet squatten of deadlift of weet ik veel wat. Maar dat kan allemaal. Als je dat goed begeleidt en je hebt er kennis van en je techniek is goed, dan gaat u dat alleen maar helpen. Ja, dan krijg je steviger spiercorset en dan op die manier. Ja, het is niet zo moeilijk als jij rugklachten hebt. Waarschijnlijk kan je rug... Ofwel is er een structureel probleem, oké, dan kan daarna gekeken worden. Ofwel kan je rug de belasting niet aan. Belastingbelastbaarheid is niet in evenwicht. Wat moet je dan doen? Ja, dan moet je sterker worden. En je moet waarschijnlijk meer gaan bewegen, minder zitten. En dat in evenwicht brengen. Al onze patiënten hier met rugklachten, die moeten hier bijna allemaal core-oefeningen doen. En core-oefeningen wil ik gewoon zeggen simpele pritjes. Back extensions, voorwaartsplak, zijwaartsplak. Dat is niet moeilijk. En daar maken we progressies in. Ja. Ja. En iedereen moet ook goblet squatjes doen en kettlebell deadliftjes doen. Want dat zijn de beste core oefeningen die er zijn. Mm. Beter kan gewoon niet. Maar als je dat zegt, allereerste keer ooit, als patiënten hier komen, gaan van mij moeten deadliften, ja, die gaan zich doodverschieten. Dat zeggen we natuurlijk niet. Maar dat kan. Zelfs mensen na hernia-operaties, die dat we hier laten deadliften. En dat gaat perfect. Maar je moet stap voor stap opbouwen. Ja. Vanaf wanneer zou je zo iemand... Het moet eerst volledig klaar zijn, veronderstel ik. En dan maak je die klaar met passieve therapie of laat je dat al van de eerste keer direct al... Hangt dat van patiënt tot patiënt. We gaan eerst ons onderzoek doen en het hangt er een beetje vanaf wat dat probleem juist is. Dat is natuurlijk heel verschillend. Heel verschillend, want bij veel patiënten gaan we moeten eerst passief werken. Dat kan. Dan we moeten manipuleren of draaien needling of weet ik veel wat. Maar zo snel mogelijk de patiënt proberen te activeren. Zo snel mogelijk. Dat is het doen. Maar op een verstandige manier natuurlijk. Ja, natuurlijk. En geeft hij dan een thuisschema mee of die komen hier drie keer in de week? Ja, hangt er een beetje vanaf. Meestal is dat 2-3 keer. We geven ze dan ook, als dat kan, thuisoefeningen mee. Ze kunnen niet alles doen, maar ze kunnen wel veel doen. Mm-hmm. Als ze al een fitnessabonnement hebben, omdat er ook veel zijn bij de studenten, dan raden we ook aan om die oefeningen dan ook nog eens daar te doen. Zo werken we. Ja. Wat zijn zo wat de core oefeningen dat je hier allemaal doet? Dus je hebt de squat, deadlift, bench. Wat zijn zo nog een aantal? De basisoefeningen die ik hier altijd gebruik, als dat nu gaat eigenlijk voor patiënten te revalideren of voor atleten beter te maken, dat zijn eigenlijk gewoon de 3 powerlifting lifts. Dat is squat, bench, deadlift. Ik denk als je die 3 kunt en je gaat daar al sterker op worden, dan ga je al een betere atleet worden. En dat is een beetje het uitgangspunt van power move. Je ziet ze ook vanuit het powerliften. Ik ook zelf actief ben in powerliften, we hebben hier ook een paar powerlifters. Dat zijn eigenlijk die 3 lifts. En dat klinkt nog vreemder als ik dat zeg van krachttraining en kine en nu powerlift en kine. Dan denken mensen, wat zegt die allemaal? Maar het gaat gewoon eigenlijk over squat, bench, deadliften. Als we daarop sterker kunnen maken, kunnen we een betere atleet maken. Ja. En ik zeg het squat, deadlift gaan we gebruiken bij onze patiënten. Met rugklachten bijvoorbeeld, heel typisch. Maar ook patiënten met knieklachten, als het gaat over kniecontrole. Squat, dat is tuurlijk, de beste oefening dat er is. Dat is een beetje onze benadering dus. En dat klinkt heel vreemd als ik dat initieel zeg. Power move, krachttraining, kinesiotherapie, powerliften. Dat klinkt heel vreemd, maar eigenlijk is het allemaal heel logisch. Oké. Zou dat bij... Je werkt nu specifiek met sporters. Stel dat er in hun huisvrouw binnenkomt van 50 jaar. Zou je dat ook doen? Of zou je een andere aanpak?
De aanpak zal ongeveer hetzelfde zijn, maar je kunt natuurlijk niet dezelfde belasting opleggen bij iemand van 50 of iemand van 20. Maar die mevrouw gaat ook moeten, afhankelijk van wat het probleem is, gaat ook legpressjes moeten doen, gaat ook een lunch moeten doen. Ja. Die gaat daarvoor niet boxsquats moeten doen met 100 kilo, hè. Nee, maar, best niet, hè. Maar allee, we gaan die ook wel aan het oefenen zetten, sowieso. Ja. Oké. En stel nu, je hebt waarschijnlijk ook veel sporters die binnenkomen en die gewoon squattypte totaal niet halen. Die rug is echt slecht in de deadlift. Hoe begin je daaraan? Wel, ik denk dat als het gaat over puur atleten gaan begeleiden, denk ik dat... Ik heb mijn kennis van enerzijds kine, en dan heb ik enerzijds mijn kennis van powerliften, van de krachtopleiding die ik heb gedaan. Dus ik denk dat mijn visie daarin ook ietsje... zonder arrogant te willen zijn, ietsje completer is. Omdat ik op meer dingen ga letten dan een gewone enkel coach of enkel een kine. Dat van mij de twee een beetje gecombineerd is. Indien nodig gaan wij ook passief onderzoek doen. En gaan wij ook moeten kijken van, kijk, zijn er hier beperkingen? Is er een mobiliteitsprobleem misschien in de enkels? Of is er een controleprobleem in de rug? Al die dingen gaan we checken, indien nodig. Dus ook weer met de begeleiding van onze atleten. Zo snel mogelijk actief. Maar indien nodig doen we natuurlijk wel ons passief onderzoeken. Ja. Maar ik denk dat je ook al gewoon superveel kan zien door een squat of een deadlift of een bench juist te gaan analyseren. Dan kan je al zoveel zien van, oké, ik zie dat daar al een probleem zit in enkelmobiliteit. Oké, we kunnen dat zelfs een keer checken. We kunnen een oefening meegeven voor enkelmobiliteit te verbeteren. Mm. We zien dat de linkerknie naar binnen wilt gaan. Oké, moeten we meer werk steken in de glutes gaan optrainen. Is het een controleprobleem? Oké, dan zijn er nog andere dingen dat we moeten checken. Zo. Mm-hmm. Je kan al zoveel zien en analyseren uit gewoon een squat, bench en deadlift. Ik weet dat er heel veel programma's zijn ook om testings te doen, zoals Spartanova bijvoorbeeld. En sommige van die programma's vind ik dat een beetje overdreven is. Dan gaan ze met een dynamometer meten hoe sterk dat de exorotatoren van de heup zijn. Ja. Eén standaardisatie toe heb ik daar al sterke vragen bij, maar... Ja. Kunt u afvragen, is heel die testingbatterij nodig? Kan ik ook uit mijn squat zien of iemand zijn glutes niet sterk genoeg zijn of niet? Ja. Kan ik dat ook zien? Ja, dat is waar. Dus dat vind ik soms dat daar zo'n beetje... Je kunt heel veel halen, gewoon uit die drie lifts. Zowel qua onderzoek als qua behandeling, uiteraard. En stel nu die persoon de eerste keer, het lukt totaal niet. Je ziet dat er een zwaar mobiliteitsprobleem is. Je kunt dat niet in 1, 2, 3 oplossen. Nee. Laat je die persoon dan al de eerste keer ook al direct... aangepast squatten bijvoorbeeld, met, ik zeg maar iets, squat dat je de trek vasthoudt en zo doet, of zeg je van liever niet? Hangt af van jouw belekpers natuurlijk. Ja. We gaan altijd beginnen met de basisoefeningen. Meestal een typische oefening, als het gaat zijn, afhankelijk van je niveau. Als het een topsporter zal zijn, ook al heeft hij nog nooit gesquat, gaan we altijd starten met de boxsquat. Okay, ja. Boxsquat is eigenlijk niet moeilijk, vraagt ook zeer weinig mobiliteit, maar is wel een topoefening. En dan meestal gaan we daarmee werken. Boxsquat, dan gaan we typisch onze keizersquat doen, want je kunt de hoogte instellen. Mm-hmm. Dus kun je heel veilig en op een goede manier gaan werken. Dan legpress, lunges, zijn basisoefeningen. Zijn ze daarmee weg en dat gaat beter, dan kunnen we meestal een keer eens gaan kijken naar een high bar squat. Ja. High bar squat is ook niet zo heel moeilijk om aan te leren, zeer toegankelijk. Vraagt gewoon veel enkel mobiliteit. Ja. Dat kan dan soms een probleem zijn, maar dat kun je eigenlijk snel oplossen door een lifting shoe of zelfs iets onder de heel te zetten of weet ik veel wat. Mm-hmm. Dan zoveel weken trainen gaan we meestal eens een low bar squat aanleren. Dat is ietsje moeilijker, vraagt meer mobiliteit, ook in de schouders vooral. Dat is meestal het probleem. En dan, als dat goed gaat, kunnen we ook eens een front squat aanleren. Dus ben je de voorstander van een low bar squat dan van een high bar squat? Nee, niet noodzakelijk eigenlijk. Ik denk dat er voordelen zijn bij de twee. En ik denk als je een goede sporter moet zijn, of als je een goede sporter wilt zijn, moet je al je squat variaties goed kunnen en moet je er sterk in zijn. Maar ik denk dat de high bar squat ietsje makkelijker is om aan te leren dan de low bar squat. Dat is ook de standaard manier dat de meeste mensen, als ze zegt, gaan squatten, en ze weten niet wat dan een squat is, ze hebben het op YouTube gezien, gaan ze meestal ook high leggen. Maar je moet ze allemaal goed kunnen. Ja. Okay. Ja. Maar het is niet dat de een beter is dan de andere. Ik squat zelf low bar, omdat ik in powerliften zit. Ja. Maar je moet in al je squats moet je goed zijn. Maar je moet wel ook weer rekening houden met welke sporter of met welke pathologie je te maken hebt. Want heel typisch voorbeeld dat ik altijd geef, is de basketters. Typische basketbalblessure is patellapees tendinopathie. Mm-hmm. Overbelasting van je patellapees.
Ja, als je die dan 2 keer per week gaat laten highbar squatten en laten front squatten, ja, dat is dom. Dat is dom. Dan gaan die pees nog meer gaan overbelasten en dan gaan ze last hebben. Dus ze moeten hier altijd in cycli werken. Ze moeten altijd standaard box squatten. Dan de ene week moeten ze fronts doen, de ene week highbar, de andere low. Moet altijd genoeg roteren om de belasting op die patellapees niet te zwaar te maken. Ja. Dus ze moeten in alles goed zijn, maar ik kies wel wanneer we wat gaan doen en hoe of wat. En als er een rheumatisme patellapees probleem, ja, dan gaat hij niet highbar squatten, dan gaat hij box squatten. Ja. Okay. Dus dat is wel belangrijk. Maar ik denk in België, en zeker dan bij kinesisten, als je spreekt van highbar squat, lowbar squat, front squat, ze weten niet over wat gaan. Ja, inderdaad. Ook al mijn basketters hier, eerste klasse, van verschillende clubs. Het gaat nooit geboxquat. Nee. Ja, nee. Weet je het verschil tussen highbar squat en lowbar squat? Nee. Al nooit gefront squat? Nee. Die weten dat allemaal niet. Die hebben dat allemaal nog niet gezien. Je zou denken van wel, of als ze op de topsportschool hebben gezeten, maar ze kennen het niet en ze weten het niet. En dat proberen we net te promoten. Ja. Als je jezelf bijscholt, want dat is natuurlijk heel belangrijk, dat je blijft up-to-date blijven, waar haal jij jouw meeste info? Ik doe heel veel cursussen, altijd bij. Zoals ik zei in het begin, ik heb personal training cursus bijgedaan, exos bijgedaan, dry needling voor kine bijgedaan. Ik probeer altijd bij te leren, ik wil altijd bijleren. Ik denk dat dat zo belangrijk is. Ik denk dat ook de wetenschap staat niet stil. Er zijn heel veel dingen veranderd ten opzichte van wanneer ik pas ben afgestudeerd, als ik kijk naar mijn manier van behandelen. Dus je moet altijd openstaan om bij te leren. Niet denken van, ik weet alles, want dat is niet. Ik ben constant bezig met bij te leren, ik doe constant cursussen bij. Ja. Nu, dit weekend eigenlijk, heb ik ook examen afgelegd aan de International Society of Sports Nutrition. Okay. En dat diploma heb ik dus ook. Ik ben dan nu de tweede in België, dus sportvoeding en supplementen, dus ook iets waar mijn thesis over ging, vind ik ook super interessant. En dat heb ik nu eindelijk gehaald, dus daar ben ik super blij mee. Proficiat. Dank u. Maar ik probeer altijd bij te leren en ik probeer een beetje te selecteren van welke cursussen zijn interessant. Het zijn de laatste tijd meer en meer Amerikaanse opleidingen, geef ik ook wel toe. Ik denk dat er in België ook een heel goed platform is, Smart Education. Ja. Voor de bijscholing van kinesisten. Die zijn wel super goed bezig, die mensen. En bieden echt zoveel cursussen aan. Het zou misschien interessant zijn voor ooit eens een volgende podcast mee te doen met die mannen. Misschien een keer. Ladies in Smart Education. Ja, luister. Be prepared. En ik volg ook super veel onderzoekers op sociale media. Ja. Ja, er is heel veel info tegenwoordig op sociale media, ook heel veel slechte info helaas, maar er zijn een aantal mensen die dat zo'n goede info uitbrengen. Ik ben gigantische fan van Juggernaut Training Systems. Die brengen zo'n top info uit, gratis info, dat is zot. Ze hebben ook een kinesist daarbij, Quinn Hannock geeft ook goede info. Greg Knuckles op Facebook is ook een powerlifter die dat top artikel schrijft, echt zo'n goede info naar buiten brengt. Brad Schoenfeld zou iedereen ook zeker en vast moeten volgen, want die brengt ook zoveel goede info uit. Ik ben aan het denken, wie zijn nog zo van die mensen? Ik ben er nu een aantal aan het vergeten sowieso. Wat ik naar die van ga zeggen. Barbell Truck heb ik een tijdje gevolgd ook. Ja. Maar die stuurt nu heel, heel veel mails en een beetje. Ja, te commercieel wordt het vaak. Ja, dat is al, Ik denk, wie volg ik nog echt veel op Facebook? Dat ik zeg, die moet je echt zeker en vast volgen. Er zijn een aantal heel goede Facebookpagina's, zoals Strength and Conditioning Research. Zeer wetenschappelijk, maar ik vind dat wat dat die naar buiten brengen, dat is geweldig. Physio Digest is ook een goede. Er zijn veel kanalen en goede kanalen die dat echt goede info verspreiden. En dat is ook belangrijk. Hè. Dat is iets zeer, zeer goed van sociale media. Ik ben er nu sowieso een aantal aan het vergeten waarvan ik ga zeggen goed verdoemen. Yeah. Stuart McGill, ook sowieso de specialist qua rugklachten. Ook zeker en vast volgen. Het zijn er nog veel. Zo. Ja. Zijn er heel veel slechte op YouTube, heel veel commerciële brol en mensen geloven dat dan ook snel. Dat is natuurlijk het moeilijke. Ik heb gisteren nog iets gezien, of eerst een machine waardoor je een thigh gap gaat krijgen. Oh. Zoiets dat je dat moet dan trainen, dat is zo'n band en daar zit dus iets tussen hier. En ja, door te trainen daarmee ga je een thigh gap krijgen. Ja, dat ik zeg van, allee jongen, 15.000 mensen die dat volgen en die dat kopen. Dat ik zeg, kom aan. Dat is zo spijtig, hè, want soms het is echt gewoon verkopen soms aan mensen die niet weten wat dat is. Ja, tuurlijk. En als het moeilijke is, met je filter tussen wat zijn hier de goede bronnen van info en de slechte. En ik zeg, er zijn er een aantal extreem goede bronnen.
waar ik nog altijd van bijleer. Dat ik iets lees en ja. Ik zeg van, oh, oké, dat is nu echt interessant. Of dat gaat mijn visie toch een beetje veranderen. Ik moet altijd openstaan om te ontdekken. Absoluut, absoluut. En hoe filter je eigenlijk de goede van de slechte? Ja, dat is heel moeilijk. Hè. Het is, ik evalueer dat zelf een beetje. Wat vind ik goede info, wat niet. En bij sommige mensen, sommige dingen vallen snel door de mand, andere niet. Dat is moeilijk om te filteren. Wat is goed, wat is niet goed. In de VS heb je zo'n aantal van die onderzoekers die ook altijd samenwerken. En die promoten elkaars werk dan. Zoals Greg Knuckles, Brett Schoenfeld, James Krieger, Brett Contreras. Chris Beardsley van Strength and Conditioning Research. Die promoten elkaars werk. Maar het is moeilijk om te filteren, dat geef ik heel eerlijk toe. Ja, ik probeer ook altijd, als ik op Instagram zet ik gewoon meestal een foto of een filmpje. Of Instagram story. Ook gewoon korte fragmentjes van wat we hier doen. Op Facebook probeer ik altijd ietsje meer info te geven. Klein tekstje bij mijn filmpje of zo. En dan zet ik ook altijd de bron erbij. Vind ik ook super belangrijk van waar de info komt. Zodat de mensen ook iets bijleren. Ja. Dat is toch ook een beetje de bedoeling. Is via Facebook is dat mensen zoiets hebben van, ah oké, okay, die kijk is toch wel anders dan zo denk ik dat jij mij hebt gevonden dan. Ja, ik had al een paar keer zien passeren, denk ik. Ja. Ja, en dan dacht ik van... Maar dat is de bedoeling, hè. Dat is de bedoeling, is dat we wel iets proberen te veranderen. Allee, ook al klinkt dat misschien arrogant, maar ik wil echt iets veranderen in België op vlak van krachttraining, op vlak van kiné. Mm-hmm. En stap voor stap gaat dat wel lukken, denk ik. Ja. Zoals als ik pas begon met mijn praktijk. Ik had nog nooit, of te nooit, in België toch niet, een boxsquat gezien. Of boxsquatten met kettingen. Ik had het nog nooit in België gezien. Mm. Ja. En dat zijn we nu aan het doen en nu meer en meer begin ik dat ook te zien, is dat mensen aan het boxsquatten zijn, dat de beste oefening is voor atleten, of een van de beste oefeningen dan toch. Of werken met kettingen, met bands. Dat zijn allemaal relatief nieuwe dingen, allemaal dingen die ook eigenlijk uit powerliften komen. Maar er zijn wel goede dingen aan het gebeuren, denk ik, in België op vlak van kracht en conditioning. En ook op vlak van kine. Ja. En ik denk dat je dan ook gratis info naar buiten moet brengen soms. Zoals dat filmpje van de squat die ik gemaakt heb, van knieën naar voren. Ik weet dat dat zeer controversieel is. Bij kinesisten dan vooral en bij trainers. Maar ja, je moet je baseren op de feiten, op de wetenschappelijke literatuur en niet op zomaar dingen die altijd al gezegd werden. Ja, het is niet omdat er inderdaad 30, 40 jaar iets anders gezegd is en nu komt er plots iemand iets anders af. En dat is wetenschappelijk bewezen dat dat niet waar was, al die vorige dingen, ja, dan... Dan moet je je visie bijschaven, ik heb dat ook al gedaan. Hoe hard dat ook is, soms misschien, voor sommige mensen. En op vlak van voeding is dat juist hetzelfde. Op vlak van voeding is er ook de laatste tijd heel veel onderzoek naar buiten gekomen. En moeten sommige mensen ook hun visie veranderen, maar dat moet je doen. En dat vind ik het leuk, je moet altijd bijleren. Ja. Altijd openstaan ook om bij te leren. En durven kritisch zijn en zeggen, ik was verkeerd. Ja? Als het nodig is. Ja, uw mening durven bijsturen. Ik doe ook nu dingen anders dan dat ik deed als ik pas begon. Dat ik zeg, Janneke, jij deed dat nog. Ja. Dat is idioot. Misschien dat ik het over 5 jaar nu ook zeg. Van, dat kan zeker. Hoe zie jij dat nu? Ja, sowieso. Ik had dat ook. En ga dat waarschijnlijk binnen 5 jaar ook hebben. En, ja. Ja. Maar dat is wel leuk, vind ik, als je bijleert. Of als je zo een cursus doet of je ziet een super interessante studie, dat je zoiets hebt van... Oh, en dat doet je ogen open gaan. Dat is wel leuk. Ik denk als je dat niet hebt, dat er iets niet klopt, eerlijk gezegd. Nee. Dat zit je jezelf niet genoeg aan het uitdagen, zit niet genoeg aan het kijken. Dat zit en dan. Dan kijk je onrecht voor je. Dan ga je ook niet meer vooruit, hè? Ja. Nee. Dan blijf je hetzelfde doen, hetzelfde doen. En dan. Ja, en dat gaat volgens mij ook niet gaan. Maar. Goed, ik denk dat wij veel gezegd hebben. Nee? Heb je nog één boodschap of zo dat je zegt van. Dat wil ik zeker nog meegeven aan de mensen. Kom allemaal naar mij. Powermove. De serie en kom dan naar mij. Nee, ik ben niet zo extreem commercieel. Nee, gewoon als je bij de podcast of op YouTube, als je mijn website er kunt bijzetten. Dat ga ik zeker doen. Dat komt bij dit zo. Hier zo, voilà. Komt erbij. Ik heb recent ontdekt dat dat moet doen. Dus oké. Okay. Nee, dan hebben we redelijk wat gezegd, denk ik. Alright, dat denk ik ook. Kei merci om zondagmorgen tijd te maken voor mij. Dat heb ik dat gedaan. En zeker zijn website en zijn Facebook checken. Heel interessante filmpjes ook. Ik ga de link van het filmpje naar de squat, dat je eerst zei, Ja. Dat komt erbij zetten van onder hier. Super. Alright, kei merci. Yo.